is Eddy Schikman. En ik laat u nu iets bijzonders zien. Want u ziet het daar al staan. En er staan nog veel meer van dat soort van dingen. Want wat is het? Het is een tafeltje. In feite. Een tafeltje. En als u goed kijkt, zit hier in die pot water. En wat gebeurt er dan? Dat water werd eruit gehaald. En dan ging men op die tafel leren Chinese karakters te schrijven. Handig en zuinig. Want zo verkwist je natuurlijk geen papier, geen inkt en andere zaken. Het is vluchtig. Water is vluchtig. Maar laten we hopen dat de beleggingsadviezen die tijdens de beleggersfair op 9 november in de beurs van Berlage worden gegeven, minder vluchtig zijn. Dat ze niet verdampen als het water op dat soort van tafeltjes. Daar ziet u er weer eentje. Nee, dat ze gewoon blijvend zijn en langdurige rendementen opleveren. Tot zover Eddy Schikman.